De Lifetime Achievement Trophy bestaat om een bedrijf dat hier al lang aanwezig is te danken voor de bijdrage aan de Vlaamse economie. Pfizer vierde dit jaar zijn 65-jarige bestaan in België, waarvan 55 jaar in Vlaanderen. Dat is het bewijs van sterke verandering sinds meer dan 6 decennia. Ik ben Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment and Trade. En ik ben Luc van Steenwinkel, verantwoordelijk voor de Pfizer-vestiging in Buurs. Luc, proficiat met de Lifetime Achievement Trophy. Waaraan denk je dat Pfizer die trophy te danken heeft? Ja, dank u wel voor de felicitaties. En Pfizer in België en Vlaanderen is natuurlijk reeds lang vertegenwoordigd. Vlaanderen heeft een zeer centrale ligging natuurlijk in Europa. En in combinatie met het feit dat we zeer goede onderwijsopleiding hebben, zeer goede mensen hebben, maakt dat toch wel degelijk een belangrijk verschil. Pfizer is een farmaceutisch bedrijf, maar het is eigenlijk een gezondheidsbedrijf. Wij informeren over gezondheid, wij produceren vaccins, wij doen vroege vaststellingen van ziektes. We doen zeer veel onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, met de bedoeling natuurlijk om unmet medical needs te kunnen beantwoorden. Pfizer heeft 4 belangrijke vestigingen in België. We hebben een R&D-centrum in Anderlecht. We hebben het hoofdkwartier voor België in Brussel. En we hebben een logistiek distributiecentrum in Zaventem. En vandaag bevinden we ons in de fabriek Te Puurs, waar dat we aseptische productie doen voor de ganse wereld. Pfizer is een van de grote biofarmaceutische bedrijven, ja, en investeert zeer veel in R&D, in onderzoek en ontwikkeling. We hebben de laatste 6 jaar in Puurs meer dan 500 miljoen geïnvesteerd in allerlei projecten. We hebben meer dan 1000 tewerkstellingsplaatsen gecreëerd en we gaan nog enkele jaren op dit elan verder. Het is vooral dankzij onze mensen dat we deze groei mogelijk kunnen maken. Onze mensen met kennis, opleiding, expertise, maar vooral de Vlaamse arbeidscultuur, arbeidsethiek, om steeds het juiste te doen voor de patiënt, om steeds kwaliteitsvolle geneesmiddelen te produceren, is natuurlijk een zeer belangrijk gegeven om succesvol te kunnen zijn.